Wow, zo heb ik een orka nog nooit zien doen. En welkom bij Sonic en Sega All-Stars Racing en natuurlijk Year Zero Games en Let's Game. En we spelen vandaag voor één keertje de Grand Prix. Oké, we gaan met... Eindelijk ga ik Skid spelen. Beginner. We gaan zien hoe dit gaat. Seaside Hill, aan de zee. Fijn. Nu nog even wachten tot het laat. Rev those engines, people. Wow, zo heb ik een orka nog nooit zien doen. Dat was vreemd. Oké, dus mijn ding is om op een podium plaats te komen. Hopelijk zelfs eerste. En dan kunnen we het vieren, hè? Rechts, want dat is mijn lievelingskant. Oh, had je dat gezien? Wat een fout. Oh, nee. Zoveel mensen. Weet je, dat is altijd zo in het begin van de race dat je zo samen bent. En dat is niet zo tof. Dan race je op anderman. Maar dan langs de derde ronde ga je echt wel zien wie de winnaar zal zijn. Yeah, All-Star op mijn vierde plaats. Dat kan toch amper. Fijn. Rechts. Oh nee. Hoe kan dit? Oh, spijtig kon ik niet achterwaarts proeven. Dus heb ik nu terug iedereen hebben gerand. Zou wel cool zijn. Boom. Boost, nog eentje. Dat vind ik ook soms wel lastig. Ik weet dat je die boost kan sparen, maar ik spaar niet graag die boost. En dan doe ik die direct als ik nog een boost heb, maar ik weet niet of het veel uitmaakt. Achterwaarts. Final lap, weer die orka. Hopelijk word ik eerst. Nee, ja, doet er. Oké, ik kan wel zien dat ik voorsprong heb genomen. Scheelt weer. Ja, die gast die spreekt heeft eigenlijk wel gelijk. Een groot verschil tussen mij en de laatste. Nog een toeter. Wow, ik heb wel die bloemen gerand. Dat was niet mijn bedoeling. Eerste! 10 punten! Yeah, like a boss. Weer die orka. Oh man. Bizard Castle. Fijn, in de sneeuw. En ik heb al van een beetje ervaring geleerd dat je niet in de diep sneeuw moet rijden, want dan zit je vast. Neem even een danspauze, want dit is een gezellig liedje. Oh, nu niet meer. Wat een ongezellig liedje. Cookie Monster! Die vind ik zo hilarisch. Oh, een vliegtuig achter mij. Voor mij. Liefste. Boom. Oh, een ei. Ik snap niet wat die eieren eigenlijk met dit kasteel, sneeuwkasteel, te maken. Ik weet wel dat het van een zekere gast is. En die, als hij een All-Star heeft, heeft hij zo'n ei. Maar eieren in een kasteel met sneeuw en cookie monsters, dat snap ik niet. Yeah.
Kijk, Oh nee, Tails is voor mij. Oh nee, nee. Oh, ik ben eerst. Oh, dat ging snel. Ik had Amy niet gezien. Oeh. Ja, gewonnen. Oeh. Plus 10 punten. Ik heb nu 10 punten extra en Tails was tweede. Voor de rest kan je het ook zien. Laatste was Sonic. Oh, waarom heet het spel dan naar Sonic, niet naar Alex Kidd? Alex Kidd en Sega All-Stars Racing, dat klinkt veel beter. Amigo is nog steeds tweede en Sonic is nog steeds laatste, maar hij is gezakt. Ik zie jullie terug bij de volgende race. Casino Park, Roulette Road. Oké, dit is een van mijn lievelingslevels. Daarboven is Carnival Tour, Sunshine Tour. En dat is ook een van mijn lievelingsraces. Maar nu kan ik als eerste beginnen en dan kan ik misschien al een heel grote voorsprong halen. Go! Meestal ik zo als vijfde begin dan. Kom ik zo uiteindelijk zo in de eerste ronde als eerst, maar dan eindig ik ook als vijfde. Dus dat is soms zo stom dat die eerste zo een voorsprong krijgen. Maar als je zelf eerste bent, is het wel handig. En nu zijn we over kop aan het gaan. Oh nee. Want dat is mijn lievelingskant. Oh. Ik heb 3 raketten achteraards afgevuurd en ik heb denk ik 2 mensen. Ik heb derde. Man. Is links al sneller of zo? Ik weet het niet. Als je dit spel ook hebt en je weet of links of rechts sneller is, laat het me dan weten. Neem het misschien de volgende keer wel links. Maar nu ga ik ook eens links proberen. Zien of het misschien sneller is. Ja. Oh. Drift like a boss. Oké, nu neem ik eens links. Wow. Oké, ik weet dat Shadow rechts heeft genomen, gevoel ik. Denk ik eigenlijk. En dat ik eigenlijk eerst ben, dus misschien is links wel sneller. Ik zou eens met 2 moeten spelen, met Robben erbij ofzo. En dan zien, dan neemt hij rechts, want ze zijn ongeveer even goed, want Robben kan heel veel game. Dan heeft hij rechts en dan heb ik links en dan kunnen we zien wie er eerst beneden is. Oeh, achterwaartse buurt. Oké, zien of ik terug zo een driftparcours kan doen. Ja. Nee. Spijtig. Links. Misschien is wel sneller. Oké, Shadow heeft de andere baan genomen, normaal gezien. En ik vind Shadow niet mis van snelheid. Oh, Shadow was achter. En weer al eerste plaats. 10 punten erbij. En vandaag was Shadow tweede. En Amy laatste. Sonic is 3 plaatsen gestegen sinds vorige race. Dus zien hoeveel hij in totaal is gestegen. 1 plaats in totaal. En wij blijven natuurlijk nog steeds eerste en daarna Amigo, tweede en dan Tails, derde. Wij zijn gewoon op dezelfde plaats blijven staan. Shadow is naar boven gegaan, Amy is naar beneden gegaan, Dr. Eggman is naar beneden gegaan, Sonic is naar boven gegaan en Ai Ai is ook naar beneden gegaan.
Carnival Town, Sunshine Tour. Oh, hier is een superleuk liedje bij. En dit is van Amigo. Hoe heet die nu? Welcome, race fans, to beautiful Samba d'Amigo. Ik weet het niet goed. Kijk, Sid. Samba de Janeiro. Gas. Go! Dit is echt een leuk liedje. Alex Kidd moves in the first. Eerste. Ik denk dat er wel een podium plaats wordt hier op dit. Op deze Grand Prix. Ook al worden we nu laatst, zou ik eigenlijk wel zo een bijpodium plaatje willen hebben of zo. Want, drie keer na elkaar. Eerst. Lijkt me wel cool. Oh, Tails. Nee. Maar ik wou driften en ineens remde ik en dan kwam hij voorbij. Oh. Nee. Oh, die rijden gewoon naast elkaar. Vierde. Niet best, maar we hebben nog anderhalve ronde. Oeh. En de bokswedstrijd is begonnen. Oh, de raketwedstrijd is begonnen, bedoel je? Nee, oh. Tails was dat straks toch eerst. Nu is hij derde. Hey, amigo. Oh, die had een schild. Oh, like a boss. Die doen we gewoon aan de kant. Nee. Altijd op. Oké, misschien lijkt dat gewoon zo, maar het lijkt voor mij gewoon zo. Nee, en nu was mijn schild juist gedaan. Pff, ongeluk in het leven. Ik kan er wel bijna van spreken dat ik eerst was. Oh. Haha, amigo is gedaagd. Oh, daar zijn die pauw. Oh, nee. Oh, dit was mooi. Wat een acceleratie. Oké, ik ben eerste geworden, dan Amigo, dan Tails, dan Shadow, dan Amy, dan Sonic. Sonic is zesde geworden. Goed voor Sonic, goed voor Sonic. Aya is zeven geworden en achtste staat Dr. Eggman. We gaan zien wie er in totaal eigenlijk heeft gewonnen. Oké, de plaatsen zijn dus op eerste plaats... Ik, Alex Kidd. Tweede plaats, Amigo. Derde plaats, Tails. Dan Shadow, dan Amy, dan Dr. Eggman. En Sonic is nog zevende geworden. Oké. Ja. We gaan verder en zien hoeveel geld ik krijg. Oeh, 10.036. Dat was goed om voor eerste plaats. En nu komen de podiumplaatsen. Normaal gezien. Woehoe! Dank u wel voor het applaus. Dank u wel voor het applaus. Yeah, 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 lekker boss. Woehoe. Yeah, ben ik nu? Oké, laat maar. Ik weet niet. Wauw. Eerste plaats. Leuk muziekje, danspauze. Oké, dit was het dan voor vandaag.
in de livestream. Daar zal ik nog meer informatie over geven. Een livestream zal op zaterdag, volgende week zaterdag. Dat is dan, even denken, 6 september. Om 6 september om 3 uur 's middags. 6 september 3 uur 's middags. Als dit niet lukt, zal ik nog meer informatie geven in het volgende filmpje. Maar normaal gezien wordt het 6 september 3 uur 's middags, een zaterdag. Tot dan. Dag!